Ja, vrienden, zo'n atje dubbel thee, hè? Die kuiken. Ja, van de Partij van de Arbeid. Dat kletst toch ook maar wat ook, hè? Dat leutert maar raak. En dat is dan verder ook gewoon aardig onbetrouwbaar. Ook nog eens een keer. Hè? Ja, niet dat ik daar heel erg kwaad over word of zo, maar ik constateer het alleen maar. Ik denk alleen maar, hoe kan dat nou allemaal? Hoe zit dat nou? He? Heb je laatst die tweet gelezen van, die schrijft dan zo'n berichtje, dubbel T. He? Ik zal even een stukje voorlezen. En die zegt dan, ja, er gaan heel veel mensen, die gaan niet op vakantie. Nee, dat klopt. Nee. En die hebben al moeite genoeg om de dagelijkse kosten en de boodschappen te betalen. Dat zegt het dubbel T. Maar dubbel T zegt ook dan nog eens een keer, dus het kabinet moet er wel alles aan gaan doen om de armoede te bestrijden. Maar tegelijkertijd, beste vrienden, terwijl Antje dubbel T dit allemaal schrijft, hè, en dan zie ik gewoon de afgelopen tijd, gewoon, zie ik haar overal tegenstemmen. Ja, maar moeiteloos ook. En dat zijn allemaal dingen waar ze voor had moeten stemmen. He, want zij is er dan zogenaamd voor de gewone Nederlander. Zij is van de afdeling eerlijk delen. Wij komen op voor de arbeider. He, die. En nou, dan moet hier, kijk dit. Dat was er bijvoorbeeld een motie die zegt dan, we moeten dat btw-tarief, he, op energie, die moeten we op 9% houden. En niet omhoog laten gaan naar 21%. Hup, tegen, zegt Antje dubbel T. Ga niet door. Nee, gewoon naar 21 laten gaan. Ja, natuurlijk, Antje dubbel T. En als er dan een motie komt die zegt, ja, we moeten de btw op de levensmiddelen afschaffen. Ja, dat zou toch enorm helpen. Nee hoor, nee, die schaffen we niet af. Nee, Antje dubbel T stemt tegen. Kijk, dat is hem. Heel goed. En ook nog een keertje, laatst nog, pas geleden. Ja, of de accijnsverhoging op brandstof, of we daarvan kunnen afzien. Nee, zegt Antje, nee. En ze stemt weer tegen. Nou, en dat bedoel ik nou, vrienden. Dan ben je toch gewoon behoorlijk onbetrouwbaar in je mededelingen, hè? Want daar stem je dan allemaal tegen. En intussen schrijf je dan dat de mensen de boodschappen niet meer kunnen betalen. Hé, Antje dubbel T. Doei!